Duidelijk. Even terug te gaan op mijn punt dus even vrijheid. Dat mensen vrijheid voor een deel overdragen. No? Omdat, ik denk, ik zal me corrigeren als ik het verkeerd zie, ik denk dat we ons daarin vergissen. Je vrijheid is een universeel recht, dat het is ondeelbaar. Je kan het nooit deels overdragen. Wat we doen, is dat we toestemming geven. Ja. Om te zeggen, oké, ik ga mee met de regels of het beleid dat jij bepaalt. Maar daar tegenover moet staan dat ik 90% vooruit ga. En die 10% vertaalt zich dan misschien gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk van oké, ik ga erin mee. Maar wanneer ik merk dat het beleid me achteruit laat gaan, dan plegen deze mensen contractbreuk. En dan heb ik alle recht om daaraan niet meer mee te werken. Maar wat zie je juist weer? Nee, maar dat terug nemen, maar dat is dan pas na 5 jaar. Nee, precies, maar dat is dus weer het probleem. Want in die 5 jaar pinaren die mensen, elke dag is een dag Rumi, weer, toch? Rumi, je moet naar een systeem gaan met checks en balances. Dat is hem nou juist. Je uit je vertrouwen in een bepaalde individu, van ik heb vertrouwen in Ronald, dat Ronald mijn belangen moet behartigen, mijn vrijheden eigenlijk moet waarborgen. En tijdens de rit merk je dat Ronald een andere richting opgaat, maar je corrigeert niet. Want wat juist gebeurt is dat mensen dan volgers worden van Ronald en niet kritisch beschouwen als Ronald werkelijk het beleid of het belang zoals hij dat zou moeten verdedigen, aan het verdedigen is en aan het beschermen is. We hebben dat vaker gezien binnen ons parlement. Het moment dat de mensen gekozen zijn, denken de mensen van wij bepalen het nu. Terwijl ze het moeten bepalen op basis van dat mandaat dat ze gekregen hebben. Van de kiezers. En de kiezers, die zijn dan niet alert genoeg om in te grijpen en te zeggen van hey, ik heb je wel een mandaat gegeven, maar niet om die richting op te gaan. Niet om een wet te slaan die ervoor zal zorg dragen dat ik in plaats van vooruit te gaan in mijn bedoeling, juist achteruit ga. Maar meneer Marika, kijk, ik begrijp wat u zegt, maar dit wat ik probeer te zeggen is dat dit probleem iets dieper ligt dan dat wat u zegt. Dat systeem dat wij kennen, zorgt ervoor dat we pas om de 5 jaar daadwerkelijk verandering kunnen brengen. Nee, Rumi, nee. Wat je wel hebt, is intussen tijd dat mensen wel misschien een beetje protesteren, toch? Ze gaan zaken aankaarten bij de volksvertegenwoordigers en het wordt dan besproken in het parlement. Oké. Maar u zegt ook, u bent ook net begonnen als voorbeeld, ja, je geeft een bepaald vertrouwen aan bijvoorbeeld de meneer Groenberg, toch? Zodat hij jouw zaken gaat behartigen. Oké. Maar dit is precies mijn punt. Ik zou niet als vrij mens in een systeem moeten leven waarbij dat systeem zodanig werkt dat ik de persoon zou moeten vertrouwen met mijn vrijheden. Ik ben een vrijdenkend mens. Ik kan voor mezelf denken. Niemand hoeft mijn vrijheden voor me te reguleren. Dus, maar dat is en dat is dus dat is een heel subtiel gevaarlijk ding wat we onze mensen aan het kweken zijn. Hè? Want meneer Groenberg kan mijn belangen behartigen, maar zonder aan mijn vrijheden te komen. Maar het systeem is nu zodanig ingericht dat wij 5 jaar lang moeten wachten. Want we weten, al stemmen we wel of niet, we weten, de praktijk bewijst het. Er wordt niet naar je geluisterd als burger, toch? Die mensen maken eigen wetten. Ik zeg niet dat er geen integere mensen zijn, ja. Maar die integere mensen worden weggedrukt, want mensen die gebrek aan fatsoen hebben, gaan niet praten aan tafel met mensen die het goede willen. En dat systeem voedt zulke mensen. Dat systeem zit voor meer dan 3/4, nou ik heb geen cijfers, dus laat me voorzichtig zijn daar niet. Maar laat me wel zeggen dat systeem dat sterk uitstraalt. Dan moet ik het zo uitdrukken. Dus in plaats van onze mensen, onze kinderen vooral, ook een positief voorbeeld geven en leren van luisteren, dit systeem zit vol corruptie en rancune, toch? We leren onze mensen afhankelijk denken, want we leren onze mensen steeds, nee, jij moet het voor me doen, ik moet op jou stemmen. Laten we dat systeem geen aandacht meer geven, laten we denken aan nieuwe systemen, die zodanig zijn ingebouwd dat het slechter geen schijn van kans krijgt. Maar daarover word ik geen enkele politieke sprake. Dus kijk, waar het systeem eigenlijk faalt, is dat het, want dat zegt Cliff net ook van, ja. In plaats van dat die burger, nadat hij zijn mandaat gegeven heeft, kritisch blijft volgen en indien nodig zijn stem laat horen, gaat hij juist de zaak supporten.
hij wordt een volker. Het maatschappelijk middenveld, de maatschappelijke organisaties in die samenleving, die hebben ook een rol te vervullen. De vakbeweging, de pers, de vrouwenorganisaties, noem maar op. Er zijn tal van organisaties die ook een rol te vervullen hebben. En waar die burger gedurende die 5 jaar ook nog altijd de gelegenheid heeft om haar stem te laten horen. Maar als men in plaats daarvan kiest, en dat is inderdaad wat Klift had gezegd, dat veelal gebeurt, is dat men dan de zaak gaat joinen. Wanneer die zaak inderdaad in die richting opgaat, wat jij daar zegt. Maar kijk, toen met Groenberg, u weet zelf, we wonen in Suriname, en het is niet in Suriname zo'n politiek systeem werkt zodanig dat mensen in min of meer bewuste hustle-modus vervallen, toch? En wanneer je in een hustle-modus bent en politieke partijen gaan jou favors doen, toch? Je kiest grondig, je gaat stemmen en dat soort dingen. Dan krijg je natuurlijk loyalisten die niet op basis van positieve kritiek jou joinen, maar meer op basis van broodvrees of angst om niet te kunnen overleven. Maar dat wordt dus weer gecreëerd door dat systeem, omdat de mensen die daar zitten en moeten reguleren, ervoor moeten zorgen dat grond beschikbaar is voor de burgers. Die nemen grond voor zichzelf en dan gaan ze dat nu verdelen aan de burgers, maar ze gebruiken het om weer daar te komen. Dus van alle kanten dat wij onze mensen leren om te gaan stemmen en het systeem te ondersteunen, zit om eigenlijk te zeggen dat we een heel destructief systeem in stand moeten houden. Dus Romy, ik weet als het ligt aan het systeem, of als het ligt aan het denken en handelen van de mensen. Aan het denken en handelen van ons. Ik zeg altijd, we moeten de handen in eigen boezem steken en nagaan van, kijk luister, je hebt overal in de wereld heb je een overheid, een regering, een regulator. Ik zeg, noem het hoe je wil, want afhankelijk van de gevoeligheden heb je een andere naam. Anderen zeggen een regering, of anderen zeggen het bestuur van het land, enzovoort. Ik wil niet zoveel challengen het systeem, omdat ik denk dat het meer ligt aan de mensen, hoe ze denken en handelen en hoeveel vrijheid ze krijgen om dat denken en handelen door te voeren. Maar de mensen geven toch vorm aan het systeem en het moment dat de mensen een wet hebben vastgelegd, de man naar qua wet, bijvoorbeeld sociale wetten, ga als burger weigeren om niet te betalen. Nee. Dan heb je toch een probleem. Dat is dan niet de manier om het te doen. De manier om het te doen is om als burger je te verenigen en aan te geven van kijk, die en die aspecten binnen die wetgeving. Kijk, dit is mijn punt. Die burger mag niet in die positie komen te verkeren om steeds achter deze groep mensen aan te houden over eigen belangen. Dan geeft het aan dat het systeem niet functioneert. Dat systeem laat te veel aan kunnen naar die burger toe. Dat is mijn punt. Als het systeem goed zou zijn, zou die burger niet in die positie verkeren om steeds achter die... Het is net als wanneer ik bijvoorbeeld de tuinman heb, dan moet ik om de 5 minuten werken. Nee, Romy, wat je moet begrijpen is, het is een systeem van... is een collectief systeem. En het collectief systeem zal nooit in staat zijn om alle individuele belangen en gevoelens te vertegenwoordigen. Precies, dat is mijn punt. Je zoekt als systeem naar een gemiddelde, toch? Dat wat je wil presenteren moet voor de meerderheid gelden. Je gaat nooit al de individuele gevoelens kunnen geruststellen of kunnen zetten zwaaien. Klopt, kunnen tevreden stellen. Precies, dan zouden dat systeem dan niet zodanig moeten wijzigen dat dat wel zou kunnen. En dan zouden we een shift moeten maken, is een voorstel, naar minder overheid, waarbij je de burgers zodanig gaat educaten dat ze bijvoorbeeld, nu komt dienstplicht, dat wordt ingevoerd. Ik ga heel concreet praten. We hadden de mensen hier in de studio, jeugdparlementariër en de kolonel heeft gewoon de technische zaken uitgelegd en de jeugdparlementariër, ik ga zo meteen even een fragment afdraaien, had zijn kijk hierop. Wij hebben de vraag gesteld, als je samenleving wil optrekken, waarom is het leger nodig? Antwoord was voor discipline. Ik zeg oké, fijn, toch? Maar als je op samenleving vooruit gaat, dan ga je eigenlijk moeten richten op je economie. En wat heb je nodig voor economie? Kennis. Je gaat handelaren nodig hebben, je hebt mensen nodig hebben die business weten te doen. Ze willen een heleboel drop-outs moeten stoppen in het leger. Hoe komt het dat er drop-outs zijn? Dus er is iets mis met ons schoolsysteem. Maar dat wordt niet gefixt. We gaan eens kijken wat het probleem is. We gaan ze gewoon zetten in een ander instituut.
Wat je daar nu krijgt is dat deze drop-outs leren omgaan met een wapen. Wanneer die machthebbers zaken niet zodanig reguleren waarbij burgers in opstand komen, wat gebeurt nu? Diezelfde drop-outs zijn getrainde killers nu en ze staan nu tussen die burgers en diezelfde machthebbers. Dat is het systeem, toch? Oké. Waarom zouden we dan niet, bijvoorbeeld, we hebben alle resorten, onze gemeenschap verdelen in communities, wat we hebben, in resorten, en dat de mensen dan, wat ze daar nodig hebben, deskundigen aantrekken. Die deskundigen, als ze hun idee transparant en duidelijk hebben uitgelegd, de mensen hebben uitgelegd, wat de effecten zijn, voordelen, nadelen, de mensen moeten natuurlijk wel education hebben, dat ze daarna dan betalen, want het geld komt uit de gemeenschap, dus dat geld is er al, toch? In plaats van dat we op mensen gaan stemmen voor 5 jaar lang voor het heel grond. Want u zegt zelf, ze kunnen niet iedereen accommoderen. Dat kan niet. Het is. En wij als samenleving, we zijn oneerlijk naar de mensen die daar zitten, die moeten reguleren. Want meneer Marika, ik ben als burger, voel ik me heel erg, hoe zal ik het zeggen? Het is een beetje onbewuste kwaadwilligheid naar u toe. Als ik nu verwacht dat u daar gaat zitten, dan moet u alle problemen voor iedereen oplossen. U gaat wel uitzetten en delegeren, maar we zien... Het politiek systeem bestaat al eeuwenlang. Alles gaat meer en meer achteruit in de wereld. We hebben meer oorlogen, we hebben meer geavanceerde en bredere wapens op de wereld. We hebben meer armoede, we hebben meer prostitutie. Dus iets in het systeem klopt niet. En wat ik dan niet begrijp, is dat als we naar vernieuwing willen gaan, we steeds als mensen zeggen, dit systeem werkt wel, maar het zijn de mensen. Dus we zijn afhankelijk weer van de mensen. Maar als je systeem goed is, mogen we niet afhankelijk zijn van de mensen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat systeem, ja? Waar je niet afhankelijk bent van mensen, want het zijn mensen die invulling moeten geven aan systemen, ja. Is bijna ondenkbaar. ja, tuurlijk, is bijna ondenkbaar. Maar ik zeg van, je kan altijd piloten, hè? Mm-hmm. Als je een bepaald systeem in gedachten hebt waarvan je denkt van hey, hier zijn we minder afhankelijk van het menselijk denken en handelen, zeg ik, laten we piloten en kijken hoe dat systeem kan werken. Want okay, wij willen als partij voor duurzaam en rechtvaardig samenleven, zeggen wij willen out of the box denken en handelen. We begrijpen, en dat zeggen we elke dag ook, die standaard oplossingen werken niet meer. Omdat het afhangt van een x-aantal factoren. Kleinschaligheid van je economie, van je samenleving, diversiteit binnen je samenleving en culturen en noem maar op en denkpatronen. Het hangt van heel veel dingen af. Dus als er een systeem te bedenken is waarvan je zegt, we zullen minder afhankelijk zijn van het menselijk handelen en denken, dan zeg ik, is het de moeite waard om te piloten. Yeah. Want je hebt nooit bij wijze van praten zeggen van dit is de oplossing en that's it en er is geen andere. Mm-hmm. Maar je kan piloten om te kijken hoe dat werkt en hoe dat te implementeren is in ons systeem of in ons land. Zodat dingen werkelijk beter gaan. Want dat is waarvoor DRS wil gaan. Dat dingen beter gaan in dit land. Oké, lieve heren, we gaan hier even naar een fragment luisteren. Ja. En dan komen we terug. Lieve luisteraars, ik ga een fragment afdraaien van, even kijken, toen de kolonel in de studio was. Maar de heer Prade, jeugdparlementariër, was even in een opbouwende conversatie met MAF. En het ging over dienstplicht. Dus dat je de burgers kan verplichten te vechten voor land. En waarom? Omdat de vader van het gezin de president dat bepaalt. Laten we heel even gaan luisteren. In democratische termen heb je altijd een meerderheid en een minderheid. Als de meerderheid die bepaalt vanwege datgene, die visie die ze hebben neergepind, bepaald van nee, dit wordt de lijn die we gaan moeten bewaren, gaat de minderheid zich moeten aanpassen. Je gaat ontevreden moeten zijn omdat het leven eenmaal zo bestaat. Het min en plus. Je kan tevreden zijn, maar je kan ook ontevreden zijn. Toch? Ja, en je hebt 100% gelijk.
dat als de meerderheid dat bepaalt, dat de minderheid zich gewoon moet onderschikken aan wat de meerderheid wil. Je hebt zelfstandaards, je hebt tegenstanders. En elke gecivilisatie van samenleving. Ja, maar om even je bewering te weerleggen over die vergelijking met de familie. Kijk, kinderen betalen hun ouders niet om voor ze te zorgen. Ten eerste, wij betalen de overheid. Ja, ten tweede, mijn ouders, toen ik jonger was, waren zij verantwoordelijk voor mij. De regering is niet verantwoordelijk voor niets dat ze doen. Wij zijn verantwoordelijk. Laat me een voorbeeld geven. Als we gaan en we gaan Tigri halen, toch? Weer. En er ontstaat oorlog tussen Guyana en Suriname. Op wie gaan er bommen vallen? Op het volk. Ja, ze gaan niet kijken van, oh, hij wil klaar aan president. Want de president wordt al beschermd. Maar neemt u het dan in het kader van het huis? Nee. Maar als er een dief... Nee, kijk, het is een gedetailleerde zaak, niet het groter, maar er zijn machten die uiteindelijk Tigri is van ons. Als u zoals u bijvoorbeeld een perceel heeft en u heeft een hoe worden ze genoemd? Transport. U heeft mensen die uw perceel komen occuperen, gaat u toch daarvoor moeten vechten? Of gaat u uw dochter of uw zoon sturen terwijl u vader bent? Nee, ja, u hebt gelijk. Ik heb er een recht op om ervoor te vechten. Maar ik heb niet het recht om mijn buurman zijn kinderen te gaan sturen om voor mij te gaan vechten. En dat is wat ik probeer te illustreren. Kijk, wat ik probeer te zeggen is, je vergelijkt de regering met een familie. Je kan het niet vergelijken met een familie. Ja, het is geen familie. Ik weet dat het vaak wordt gezegd, de president is vader des vaders, maar sorry, maar hij is niet mijn vader. Oké, ik heb mijn echte vader, ik weet wie hij is. Andere mensen die dat willen zeggen, mogen dat zijn vrij om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar het is niet waar. Want wanneer ik iets doe, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen daden. En de president gaat niet voor me vastzitten ofzo. Ja? Dus nogmaals, ik weer weg gewoon wat je zegt. Door lieden te voeren met je. Zo, lieve luisteraars. Dat was een fragment van de heer Brade, jeugdparlementariër en MAF. Over dienstplicht, democratie, alles een beetje mix. Zo, heren, lieve heren, Marika en heer Groenberg. Dit is een jeugdparlementariër en dit is zijn denkwijze. Hij denkt volgens het systeem. Het is normaal dat de minderheid moet buigen voor de meerderheid. Het is normaal dat mensen gedwongen kunnen worden om in het leger te moeten gaan. Toch? Dus mijn vraag aan jullie is. Hoe kunnen we samenleving optrekken? Door het hebben van regeermacht of door het geven van liefde? Laat me even eens over hetgeen dat gezegd is. Ja. In de eerste plaats dat argument van de minderheid moet buigen voor de meerderheid. Het is niet nader uitgelegd, maar ik krijg het gevoel dat de persoon die dat zegt heeft te maken of toch meer let op kwantiteit. Ik zeg altijd van argumenten moeten niet alleen geteld worden, maar ook gewogen worden. Want het kan best zijn dat 10 mensen iets verkeerd zeggen en 1 zegt iets verstandigs. En dan moet je gewoon in staat zijn om te kijken van wat weegt zwaarder. Ja. Die 10 die iets verkeerd zeggen of die ene. Die dat juiste naar voren brengt. Dus sowieso zeg ik van die regel om te zeggen van meerderheid heeft altijd gelijk, daar ben ik niet mee eens. Maar ten aanzien van specifiek van wie is verantwoordelijk, want dat is vrijheid, is dat jouw vrijheid om te bepalen, om te doen en te handelen, inderdaad wordt bepaald door jouw verantwoordelijkheid. Hoe ver ben jij, hoe ben je in staat om die verantwoordelijkheid te dragen voor jouw daden? Toch? En het blijft een heel moeilijk discussiepunt, want jij zou best kunnen denken dat je in staat bent om die verantwoordelijkheid te dragen, maar wanneer het inderdaad voor je deur komt, blijkt dat je dus toch niet zo helemaal equipped bent om dat te doen. En dat zien we dus inderdaad vaak wanneer mensen die denken dat ze gereed zijn om een gezin te stichten en bij de kosten keer het misloopt, toch? Dan blijkt dat je eigenlijk nog niet zo ver was om die stap te ondernemen. Maar dat met vele zaken veranderd. Dus het blijft een moeilijk punt. Ik denk dat je dus inderdaad niet alleen voor jezelf
moet bepalen, maar het zou goed zijn om ook te raden te gaan bij anderen. Toch van, hey, ik wil zo'n stap doen, wat denk je, jij kent nog goed enzovoort enzovoort. Er zijn altijd wel mensen binnen jouw omgeving, binnen jouw familie, kennissenkring, die jou goed kennen, die weten wat je kan en wat je niet kan en die je kunnen adviseren.